Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Opent. En het is tijd voor een beetje, dit gaat raar lijken, een Imperial Stout van Dutch IPA. Dutch IPA, nou ja, zoals het zegt, die maken dus IPA's. Ik heb er al eens eerder wat van hun gekregen en gereviewd. En ze namen deze keer contact op met de Dutch Beer Collective of ze ons wat bieren konden sturen. Dus deze video wordt mogelijk gemaakt en gesponsord door Dutch IPA. Ik kreeg een doos binnen met in totaal 12 bieren. 6 verschillende IPA's. En 6 keer deze Black Cannon. Een Imperial Stout van 10%. Get your shot off this Black Cannon. It's the bomb for those who love the combination of licorice, dark chocolate and caramel. Even Captain IPA gets blown away by this irresistibly smooth and full taste. When the warm alcoholic sensation kicks in, you know that you've been hit. Onder in de omschrijvingsbox doe ik even een link naar de webshop van Dutch IPA, want met de code die je ook onderin de omschrijvingbox vindt, krijg je, oh shit, zeg ik dat uit mijn hoofd nu goed? 20% korting als je die code gebruikt. Staat allemaal onderin de omschrijvingbox, vergeet dat niet even te checken. Altijd gaaf, dus als je denkt, hey, dit klinkt goed. Het bier is dus echt knijtervers. Ze hadden het over eind maart, maar volgens mij staat het dus al wel op de webshop nu. Ja, ik ben benieuwd. Jullie weten dat ik van mijn impies hou. Ik vind het hele gave kernart, echt een zwart blik. Zwarte label, een beetje dat soort van golden infused, weet ik veel, oranje erop. Het ziet er best wel gaaf uit. Serie 01 2022. Dus ik gok dat ze dit nog vaker gaan brouwen. Er staat niet op wat de hopsoorten en dergelijke zijn. Want iets in mij vraagt me af, met de hoppen waar zij van houden en dergelijke, of ze meer richting een Black IPA gaan, een Imperial Black IPA, of echt een Imperial Stout. Maar dat gaan we nu merken. Bier schenkt, ja, net als wat je verwacht, hè, van een impie. Heel erg donkerbruin tijdens het schenken. En in het glas wordt hij gewoon echt super zwart. Hij heeft zo'n mokkerkleurige schuimkraag. Ja, het ziet er in het glas gewoon uit als een Imperial Stout. Echt dat. Ja. Imperial Stout. Gaan we eens even kijken wat hij doet in de neus. Ik ben benieuwd. Heel veel geroosterd graan. Echt diep geroosterd graan. Op een goede manier. Dat je echt dat roasty, toasty gebranden krijgt. Net iets verbrand, gebrand. Van die geroosterde mouten. Ik heb het idee dat hier zelfs wel eens wat haver door kan zitten. Ik zit even te kijken of dat erop staat, want oats, nee. Geen haver. Geen tarwe, maar wel haver. Zei ik nog net haver of tarwe? Ik weet het even niet meer. Er zit dus inderdaad haver door. Want je krijgt ook een soort van vol romig idee. Alsof je mooi geen espresso qua koffie, maar wel sterke bak koffie met wat melk erdoor. Zodat je een soort van, als je ruikt, dat je ook die romige tonen erin krijgt. Er zit een soort van green, vers component in dat je echt ruikt. Deze is best nog vers. Het heeft wat inderdaad, nu die schuimkraag gaat er weg, er zitten wat tonen inderdaad in van een beetje drop. Dat karamel krijg ik nog niet helemaal terug. Ja, een beetje half zout, half zoete drop, ligt dat salmiaktoontje, geroosterde mouten, koffie. Krijg nog niet heel veel van de chocolade, misschien dat er wat dingen in de mond straks terugkomen. Maar hij ruikt een beetje als een oldschool proper Russian Imperial. I like it. Ain't too shabby. Laten we eens even kijken wat hij doet qua smaak. Dutch IPA. Ik vind het nog steeds raar om te zeggen Dutch IPA, bedankt voor deze stout. Maar Dutch IPA, bedankt voor deze stout. Proost. Waar de neus nog relatief simplistisch was. En ik eigenlijk dacht, ik ben heel eerlijk. I was setting myself up for disappointment. Ik dacht, ik word een beetje teleurgesteld. Maar waar de neus nog relatief simpel is, komt er in de smaak al veel meer naar voren. Ik krijg inderdaad het karamel. Ik krijg heel erg donkerbruin,
donker geroosterd brood. Echt brood dat op het punt staat dat je het zo ver roostert dat je denkt, dit kan niet meer goed gaan. Er zit echt een heel vol mooi bittering component in. Donker, diep geroosterd, bijna geblakerde, bittere tonen. Met dan inderdaad ook een mooi zoetje van dat moutig zoetje, net niet helemaal verwerkte suikers misschien, ik weet het niet, restsuikers, maar er zit een licht zoetje in. Maar heel subtiel, droppig. Er zit karamel in, maar dan denk ik niet karamel dat mensen verwachten dat zoete karamel. Dit is meer echt dat soort van burnt sugar caramel. Weet je, dat je echt dat bijna verbrande suiker idee gaat krijgen. I like that. Ik vind het persoonlijk lekker. Er zit nog, het is, ja, ik zal je heel eerlijk vertellen, er zit een hoppig component aan, die ik niet 100% kan plaatsen, maar er zit een hoppig component aan dat je bijna zou kunnen gaan denken aan een Imperial Black IPA. Maar, aangezien ik in totaal 6 blikken heb, of nu nog 5, is het leuke dat ik hem een tijdje kan laten staan. En ik ben heel benieuwd wat deze met een half jaar of een jaar doet, als dat licht hoppige er allemaal wat afgaat. En er is niks mis met een hoppy stout. Absoluut niet. Kijk, hop zit in een bier en dat je hop gaat proeven. En het is nu niet dat ik hop proef op een manier dat ik denk, hey, krijg ik ineens cascade, krijg ik ineens bepaalde hoptonen, weet je, citro of wat dan ook, ik noem maar eens wat raars, krijg ik ineens hele fruitige tonen of zo. Het is niet als ik noem eens even eentje, een verse ongelovige Thomas van Jopen, die heeft bijvoorbeeld best een hoppige noot. Het is een American Quad. Krijg je best veel grapefruit in mijn mening. Als ik hem dan probeer, krijg je echt die hoppige tonen heel sterk. Zo is het niet. Het zijn meer classic bittering hops, maar ze zijn wel heel erg aanwezig. Wat dus niet verkeerd is. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die denken, zou dit richting een Imperial Black IPA kunnen gaan? Weet ik niet 100% zeker. Ik vind hem moeilijk. Ik weet wel dat ik hem lekker vind. Het enige is, ik had met 10% en het feit dat er dus haver in zit, had ik een wat voller mondgevoel verwacht. Ik heb in mijn verleden stouts gehad van 7-8% met een mondgevoel vergelijkbaar met dit. Met 10% verwacht ik over het algemeen een wat voller mondgevoel. Maar dan moet ik ook heel eerlijk zeggen, ik heb meerdere stouts die ik gehad heb met 10, 11, 12% in alcohol, waarvan ik hetzelfde dacht. Dat ik dacht, goh, je had wel een iets hoger mondgevoel mogen hebben. Desalniettemin. Ik vind dit lekker. Ik vind dit leuk. Ik vind dit fijn. En dit zijn de stouts waar ik vrolijk van word. Ze mogen voor mij zelfs nog geroosterder, ze mogen voor mij nog bitterder, nog meer karamel. Voornamelijk nog meer dat drop umami. Soja-achtige, het heeft een droppig toontje, maar dan meer richting wat zoete drop, niet dat hartige, weet je, dat wat ik nogmaals soy, umami, licorice thing. Het is bijna zoethoutachtig. Ja, I like that. Ik vind hem lekker en ik vind hem leuk en het is zeker, ik ben heel blij dat ik hier nog 5 blikken van heb staan, want ik zou me niks verbazen als deze week nog een keer een blik open gaat. Maar ik ben ook heel blij dat ik er een paar heb die ik even aan de kant kan zetten. En even een tijdje kan negeren. En gewoon eens even rond september. Volgend jaar in eind februari, begin maart nog eens één proberen. Ik ga gewoon weer voor een slok. Ja, een hoppy. Erg hoppig. Maar wel erg lekkere Russian Imperial. En daar houden we het op. Of Imperial Stout. Zetten zij erop Russian Imperial? Nee, gewoon Imperial Stout. Ik vind hem in ieder geval heel erg lekker en ik ga hier echt nog wel even van genieten. Ik heb mijn 4 reviews voor vandaag gefilmd. Ik ga de boel even de kant maken en ik ga even een film aanzetten. Later in de avond vandaag, dat maakt voor jullie niks uit, want is die al gebeurd, heb ik weer mijn livestream met Mike. Keeping Mike honest. En dan kan ik nog de restjes van dit waarschijnlijk mooi weer opdrinken. Ik ga even lekker een film aanzetten. Ik ga gewoon even lekker niks doen. Ik ga lekker chill. En dan past het bier wel bij. I like it. Nogmaals. Dutch IPA, bedankt voor het opsturen. En dat was het voor deze review. Vond je hem leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onderin de omschrijvingsbox. Links naar mijn social media. Link naar de Dutch Beer Collective. Heel belangrijk. Een link naar Dutch IPA. En de kortingscode die je kunt gebruiken voor een korting bij je bestelling. We zijn Nederlanders. We houden van korting. En ik zie je allemaal bij een volgende review. En tot dan. Proost.